Heel veel mensen hebben via de website of de layer gestemd op hun favoriete straatkunstwerk. Deze week maken we de 9 finalisten bekend. En na afloop van deze aflevering kun je gaan stemmen op jouw persoonlijke favoriet. En we praten met Janine Abbring, ex-Jacques Hals, presentatrice van Vroege Vogels bij de VARA. Klopt. Onder de zonnebril. Ja, oh, dat ben ik. Ja. Janine Abbring. En zij laat ons 2 van haar favoriete straatkunstwerken zien. Dit is de Groningse Straatkunstprijs. Dit is de Groningse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in jouw stad. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Groningen trots is. Het werkt heel eenvoudig. Groningers nomineren hun favoriete kunst op straat en het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind juni de Groningse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op OogTV, in het Dagblad van het Noorden en op straatkunstprijs.nl. Janine, je nam mij mee naar de Grote Markt om mij dit te laten zien. Nou heb ik dit hier nog nooit eerder zien staan. Nee, kom je vaak in Groningen? Ik woon zelfs in Groningen. Okay. Zelfs. Ja. Nee, dat klopt. Nou ja, dan weet je dat dit inderdaad normaal niet staat hier op de Grote Markt. Maar het is een soort van guerrilla-kunst eigenlijk. Guerrilla-kunst, dat het zeg maar zomaar ontstaat en dan weer weggaat? Dat het zomaar ontstaat en zomaar weer weggaat. Dit is een oorlogs... Nou, ik zie de bevrijdingsteken. Ja, dit is de vlam van de vrijheid. Dat weet ik toevallig omdat ik heel vaak het bevrijdingsfestival presenteer in Groningen. En anders sta je ook altijd zo met die vlammetje, heb je zo'n shirtje aan. Dus, het is een aanval. Ja. Oorlog is niet tof, maar een tank met een wit konijn wel. Nou, daar kan je niks tegen inbrengen. Vind je het ook belangrijk dat een kunstwerk... en mooi is en iets zegt over de tijd waarin we leven, zoals dit bijvoorbeeld? Nou, als ik heel cultureel correct zou antwoorden nu, dan zou ik natuurlijk zeggen dat ik dat belangrijk vind. Maar eigenlijk interesseert me dat geen moer. Goed, nou, dan gaan we er nu overheen lopen en dan gaan we even kijken of we er ook in kunnen. Ja, dat kan. Nou ja, gaat u voor mevrouw Abbring. Ik doe de deur voor u open. Oh, mijn billen zijn te dik. Ja. Ja, en nu? Nou, je zit er nu in en als je nou hier je hoofd uitsteekt... Ja. Ja, mijn hoofd kan er niet echt uit. Hey, Mathieu, dit is van Mathieu Keuter, dit kunstwerk. Ja. Die maakt dus meer guerrilla kunst. Wat is hij voor kunstenaar? Wie is hij? Nou, ik weet niet zo heel erg veel van hem persoonlijk. Ik weet alleen dat hij ook veel graffiti deed vroeger, of nog steeds, eigenlijk ook in de stad. Dus het is echt wel iemand die ook wel gewend is om een beetje zo stiekem hier en daar... zijn stempel ergens op te drukken. En dat is hoofdzakelijk wat hij ook doet als kunstenaar, volgens mij. Ja. Dus dat doet hij in de vorm van graffiti. En dat doet hij in de vorm van dat stiekem foto's ophangen bij Noorderlicht. En dus op deze manier bijvoorbeeld. Hij heeft ook wel eens een grote kip in het Noorderplantsoen gezet, bijvoorbeeld. Als we goed om ons heen kijken, kunnen we eigenlijk heel veel van hem zien. Alleen we weten het vaak niet. Inderdaad. Beter kijken. Je wilde ons nog iets laten zien in Groningen. Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar een parkeergarage. Een parkeergarage. Ja. Leuk. Kijk nou hoe vet dit is. Ik vind het echt zo gaaf. Wat is het? Eigenlijk gaat het om het effect wat het licht maakt op de pilaren, zeg maar. Oh ja. Dus ja, je ziet het wel een beetje. Er komt een auto die rijdt nu op het bovenste dingetje daar. Je moet het kunstwerk eigenlijk ervaren als automobilist. Je rijdt rond en de kleuren veranderen eigenlijk in hetzelfde tempo. Wow. Ja, gaaf hè? Dat is echt super gaaf. Je rijdt elke keer een rondje en zeg maar de verandering van licht duurt ook precies 1 rondje. Dus daardoor voelt het als automobilist ook heel natuurlijk. Je rijdt een rondje en de kleur verandert. Je rijdt een rondje en de kleur verandert. Dus die tijd is exact gemeten in feite. Dus dat als je heel hard scheurt, dan komt dat niet natuurlijk uit. Dat is logisch. Ja. Het is een ontwerp van Peter Struiken. En Peter Struiken is ook de man die het kleurenpalet heeft ontworpen voor het Groningen Museum. Ah. Vind je dit nou... Dit is wel heel erg, zeg maar, kunst op de kunst. Is alleen maar mooi? Nee. Het is zeker niet alleen maar mooi.
Een parkeergarage hebben toch altijd een beetje zo'n nagevoel. Een beetje zo'n Harry Horna den Wagen. Afrekenplek. Nou, dat ja. Ja. En dit kunstwerk zorgt er ook voor dat je je wat fijner voelt in zo'n parkeergarage. Gezelliger. Ja, gezellig is niet echt een kunstzinnig woord natuurlijk. Maar het maakt het wel een minder naargeestige plek. Het zijn niet echt felle kleuren of wat dan ook. Het zijn meer soort van lichte melanges. Ja, het is een mixkleur. Volgens mij zijn de basiskleuren gewoon rood, blauw en geel. En daar kan je natuurlijk alles van maken. Maar de uiteindelijke mix, daar is ongetwijfeld heel erg over nagedacht. Want Peter Struik is een kleurkunstenaar, dus die doet niet willekeurig zo van, nou ja, ik verzin maar wat. Maar dit is wel heel bijzonder, hè, dat we hier nu staan. Nee. Kijk nou, hoe vet. Ik heb sowieso nog nooit zo diep onder de grond gestaan, volgens mij. Het is onwijs diep onder de grond. Dus dit kunstwerk zou jij willen nomineren voor de straatkunstprijs? Ja, ik vind dat het wel verdient. Het is natuurlijk niet officieel straatkunst, maar wel kunst in de openbare ruimte. Nu moeten we hopen dat dit een finalist is geworden. Want zometeen maakt de jury nu eigenlijk na ons bekend wat de 9 finalisten zijn van de straatkunstprijs Groningen 2011. Zit dit erbij of zit dit er niet bij? We gaan het superspannend! Superspannend! Zeven juryleden, bestaande uit stadjes, deskundigen en liefhebbers, kwamen deze week naar het Centrum Beeldende Kunst aan de Tromsingel voor de eerste beslissende ronde in de strijd om de Groningse Straatkunstprijs 2011. Van harte welkom in het CBK. We gaan vandaag met z'n allen een keuze maken. En het zullen zijn 9 finalisten voor de Groningen Straatkunstprijs 2011. De finalisten worden gekozen uit meer dan 50 nominaties. Na de eerste ronde blijkt dat er meteen 2 grote favorieten zijn. Dit zijn degenen die zijn jullie allemaal heel duidelijk voor. Dus dat is een heel helder verhaal, denk ik. Over andere werken, zoals bijvoorbeeld het Peert van Omerloekst, zijn de meningen verdeeld. Waarvoor moet je speciaal kiezen voor beelden wat eigenlijk zo bekend is? We hebben hier zoveel onbekende beelden en ook dan echt mooi. Dan drink je niet minder, dan valt er nog een vraag af. Nee, maar ik vind juist het argument wat jij gebruikt om niet te kiezen, vind ik een argument om wel te kiezen. Mm-hmm. Omdat iedereen hem kent. En dan is het eindelijk zover. Goed, dan zijn dit ze geworden, de 9 nominaties voor de Groninger Straatkunstprijs. Allemaal met elkaar eens dat dit ze echt moeten zijn? Dus nee. Het is een goede uitkomst. Van een goede discussie. Ja, en de afgeklotte boom. Een boom die in de kracht van zijn leven wordt omgehakken, als het ware. Het leven wordt eruit gehaald. Dat is zo'n power. Die moet mee. Wel een beetje somber. Maar dat mag kunst ook doen. Het hoeft niet alleen gewoon mooi of te zijn, of mensen hoeven niet alleen maar blij van te worden. Ja, mooi omdat het daar staat. Het is een mooi voorbeeld van kunst die harmonieert met zijn omgeving. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik het mooi vind omdat het een beetje de aandacht van die lelijke gebouwen afhaalt die eromheen staan. Echt heel mooi. Iedereen moet eigenlijk gaan kijken om die emoties erbij te krijgen. En dan heeft ze er zulke korte beentjes onder. Tjumi Paviljoen. Ja, dat is een heel gek kunstwerk, want het is eigenlijk geen kunstwerk. Hè? Het is eigenlijk een hele grote vitrine waar je kunst in kunt tonen. En daarmee is het weer onderdeel eigenlijk van de beeldende kunst in Groningen. Het is een ode aan de stad, omdat er steeds weer iets nieuws kan gebeuren. Het is de plek die in één keer tot leven wordt geroepen. Ja, blote bed is blote bed. Iedere keer als je blote bed passeert, dan word ik vrolijk. Die staat dan op een brug, hoog, met haar benen ook nog omhoog. Alsof ze niet alleen op die koe wil staan, maar ook op jou. Ik vind het niet eens het meest mooie kunstwerk. Maar het is een van de voorbeelden waarvan kunst emotie is. En daarom ook heel prettig is om naar te kijken. Een beeld vol verhalen, letterlijk en figuurlijk. Hè. Een figuur gevat in verhalen. Macht en onmacht. Dat is heel eigenaardig kunstwerk. En dat roept hevige emoties op, ook gezien de plek waar het staat, vlakbij een kindergevangenis. Fietsles van een papa die zijn kindje duwt
voorop voortduwt in het leven. De mooiste opmerking was simpelweg, het is een beeld waar iedereen blij van wordt. En laten we ook een beeld hebben waar je blij van wordt. Ik ben blij dat hij erbij zit, ja. Mooie, stevige beest, wat vroeger hier in deze omgeving voorkwam. En hij staat daar heel mooi, je fietst daar langs. En opeens staat hij daar opzij, alsof hij op je af wil stormen. Het is ook aaibaar. Je kunt het aaien als je er langs loopt. Ja, dit is een heel simpel, maar zeer sterk beeld van de verdrijving van de Joden uit de Volkingenstraat. En het valt bijna niet op. Maar als je weet dat het er is, dan is het zeer nadrukkelijk aanwezig. De Stadsmarkering is een ontzettend Groninger monument die de stad echt neerzet in al zijn krachten. Het is echt heel mooi. Het past ook prachtig in het landschap. Het is ook, er zit ook een verwijzing in naar de Groninger scheepsbouw. Want de wilgen werden gebruikt voor de rompen van de schepen. Dit is ook zo'n kunstwerk wat als vorm op zich heel goed staat. En je moet het echt gaan zien. Je wordt onderdeel van het kunstwerk als je er bent. Dit zijn dus de 9 finalisten van de Groningse Straatkunstprijs. Tot 21 juni kunt u op straatkunstprijs.nl stemmen op uw favoriet. En vanaf volgende week gaan we elke aflevering inzoomen op 3 van de 9 finalisten. Tot volgende week. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 22 juni kun jij mee bepalen welk kunstwerk de Groningse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.